We're here to give a series of teachings. David is hier gekomen op uitnodiging van ons om een serie driemaal te doen als een serie over. And it's arisen out of my first book that I've written called Floodgates. En die serie die hij hier gaat geven komt uit zijn boek Floodgates. I brought only around 20 copies. Hij heeft een stuk of 20 exemplaren en die liggen op de stand. But they're in at the ICJ bookstore in the back for like 10 euros each. Okay. Very cheap, so go grab them quick. Dus voor 10 euro zijn ze straks bij de stand te krijgen. But it's a certain prophetic teaching about the flood of Noah. Ik heb zelf het boek gelezen en het boek is juist een wat God in deze tijd doet als een teken dat hij als het zal worden als in de dagen van Noach. That the days of Noah are like a model or paradigm for the judgment awaiting the world at the end of the age. En dat niet alleen toen de ark als een teken voor de mensen was, maar dat het ook een profetisch teken is voor nu. En dat willen we graag in deze lessen uit. And I spent 20 years talking with the Lord about this until I felt I had a full enough revelation to give it. En hij is al zeker 20 jaar met dit onderwerp bezig voordat hij het zelf redelijk zeg maar op een rijtje had om hier ook over te mogen spreken en het boek over te schrijven. Some of what we will deal with this weekend comes from that. En toch een redelijk deel van wat we dit weekend over gaan hebben komt ook uit dit boek. But the guiding scripture for the book of course is from Matthew 24. Maar het leidende schriftgedeelte voor dit boek is uiteraard uit Matthäus 24 en 25. Where Jesus himself waar Jezus says, zelf zegt as in the days of Noah so shall it be in the coming of the Son of Man. En omdat Jezus zelf zegt Matthäus 24 het zal zijn als in de dagen van Noach over de dagen van de wederkomst. And I studied all through the scripture. En dat heeft David met name door de hele Bijbel heen and the Bible has bestudeerd. The Bible has more to say about the flood of Noah than we realize. En de Bijbel zegt veel meer over de zondvloed bij Noach dan wij ons vaak realiseren. But I always found myself coming back to Matthew chapter 24. Maar iedere keer komt David weer, wordt hij weer geleid naar Matthäus 24. The prophetic teachings of Jesus. Over het profetische woord van Jezus zelf. And I felt I needed to have just a better handle, a better understanding of the entire chapter. En David, zijn gebed was juist om meer de context van die profetische woorden uit Matthäus 24 te weten. And of course, Jesus is giving his eschatology. En daar geeft Jezus zijn toekomstbeeld, eschatologie. To his closest followers sitting on the Mount of Olives. En uiteraard eerst aan zijn getrouwen, zijn discipelen op de Olijfberg. We call it his Mount Olive teaching or discourse. Ja, dat noemen wij de Olivet discourse, oftewel de Olijfbergrede. And all three of the chronological gospels record it. En alle drie synoptische evangelie, dus Matthäus, Marcus, Lucas, berichten dit. Tommy, you can go. Ja, de PowerPoint mag het eerste. One more there. Okay. And of course, besides Matthew 24, you find this in Mark chapter 13. Dus niet alleen in Matthäus 24, maar ook in Marcus 13. And Luke chapter 21. En in Lucas 21. And it's, this is Jesus. En dat zijn de woorden van Jezus zelf. Giving his views of the end times. Dat Jezus iets ons leert, onderwijst aangaande de eindtijd. And so it's very important we understand this. En daarom is het ook van belang dat wij dat begrijpen. And I've been walking in the Lord for 40 some years. En David wandelt al meer dan 40 jaar met de Heer. And I've heard all kinds of teachings. En ik heb allerlei onderwijs daarover gehoord. On the prophetic teachings of Jesus. Over het profetische woord van Jezus. And but I never really felt that there was enough of a full revelation of everything he said there to really satisfy me. Maar alles wat hij aan onderwijs kreeg was vaak gefragmentariseerd en wilde graag. Ja, David wilde juist een overview hebben zodat het alles op zijn plek valt. And one of the problems I've always found is that everything bad in the chapter. En iedere keer als hij onderwijs erover kreeg, dan was het vaak wat moeilijk is in hoofdstuk. There's this tendency to take everything bad and dark
that Jesus is saying and cram it into the very last days, the 7-year tribulation. Ja, en alles wat dan moeizaam is, dat wordt dan in elkaar geperst en dat geprojecteerd op die laatste 7 jaar van de grote verdrukking. And there has to be something in there that we can say, that we can check off. We say, oh, that's already happened. En Jezus zegt natuurlijk ook die tekenen. Welke tekenen kunnen we gewoon afvinken? Wat is al gebeurd? But maybe it's just in our nature to, you know, be fearful and say it's all still ahead of us. En wij zijn soms daar zo bevreesd over, alles wat afgevinkt of geweest is, dat we het vooruitschuiven naar die eindtijd wat ooit nog eens keer gaat komen. And when you have it in 3 different chapters in 3 different gospels. En zeker wanneer je het in 3 verschillende evangeliën hebt. This adds a whole new challenge. Dan ga je het soms nog mixen ook. And I think one of the best explanations. En ik denk een van de beste uitleg I've heard over the years was, die ik ooit gehoord heb, was by our brother Derek Prince. Die komt en kwam van Derek Prince, who studied these chapters. En juist met hem hebben we deze hoofdstukken bestudeerd. And he said he noticed that it was funny that the questions that were asked in Matthew 24. En het gekke is dat de vragen die gesteld worden in Matthäus 24. They seem to be answered over in Luke 21. Dat lijken beantwoord te worden in Lucas 21. And the questions in Luke 21. En de vragen die opkomen uit Lucas 21. That his disciples ask him. Die de discipelen aan Jezus stellen. That prompted this teaching. Die uiteraard dit onderwijs uitlokken van Jezus. They seem to be answered in Matthew 24. Die lijken dan beantwoord te worden in Matthäus 24. And what I want to do today. En wat ik juist vandaag wil doen. And this weekend. En dit weekend. Is give us a basic framework. Om ons een basis handvat te geven. Which I feel the Lord dropped in my spirit about a year ago. Waarvan ik geloof dat God mij dat al een jaar geleden heeft geopenbaard. After seeking and praying juist na het langdurige gebed en onderzoeken van de schrift. Everything in here can basically be fit in one of 3 categories. Dat alles wat juist gezegd wordt kan ingedeeld worden in een van die 3 categorieën. First, Jesus is establishing his credentials as Messiah. Dat het eerste punt, basisframework, is dat Jezus kan gezien worden, gevestigd worden in zijn aanspraken dat hij Messias is. The first thing he says, watch out for false messiahs. Don't be deceived. Want het eerste wat Jezus ons leert is, kijk uit voor die valse Messias. He says it several times in the passages. And what he's saying is, I am the Messiah. En hij zegt daarmee, ik ben de ware Messias. Don't look for another. En kijk vooral niet uit naar een ander. Jacob has asked me to speak about this part of the message tonight. Ja, en ik heb met name David gevraagd om vanavond specifiek over het messiaschap van Jezus te spreken. When we focus on Jesus as the promised Messiah of Israel. Dat we juist vanavond ook willen focussen op dat Jezus de beloofde Messias van Israël is. The second category in the framework. En het tweede punt waarin veel gekristalliseerd kan worden is Jesus speaks about the judgment. En dat Jezus over het oordeel spreekt. That was about to come upon his own people. Dat direct zou komen over zijn eigen volk. The harsh dealings of God. Dat de oordelen van God over zijn volk. With Israel. Juist met Israël. Starting with the destruction of Jerusalem and the temple. Wat al begint met de val van Jeruzalem en de val vernietiging van de tempel. And leading to their scattering among the nations. En wat uitmondde in hun diaspora over de volkeren. This is what we're going to focus on this morning. Daar gaan we het vanochtend juist over hebben. And then the third area that he speaks about. En het derde punt in het om een overzicht te krijgen is the judgment on the nations. Is het oordeel van God over de volkeren. And this is when Jesus speaks about the days of Noah. En in dat framework spreekt Jezus expliciet over de dagen van Noach. And what we're going to find. En wat wij daarin zullen aantreffen. When we speak about this on tomorrow morning. En daar willen we morgen vroeg over nadenken. There is a principle in scripture and a pattern in scripture. Er is een patroon en principe in de schrift.
That judgment begins in the house of God. Dat het oordeel van God begint in het huis van God. This is affirmed in the New Testament, 1 Peter 4:17. Dat wordt meerdere keren in de Bijbel, met name in 1 Petrus 4 vers 17. For the time has come for judgment to begin at the house of God. Dat de tijd is aangebroken dat het oordeel van God begint in het huis van God. If it begins with us first. En als het bij ons als eerste begint. What will be the end of those who do not obey the gospel of God? Wat zal er dan gebeuren met degene die het geloof niet aanvaarden? God first judges his people. Dat God eerst. And once he's finished doing that. Zijn oordeel over zijn volk heeft. Then he judges the unredeemed. En dan zal Gods oordeel verder gaan over this de ongelovigen. This is the principle and pattern throughout scripture. Dit is een patroon en principe door de schrift. You see it in the book of Romans. Je ziet het ook in Romeinen. All wrath, tribulation, anguish. Alle oordelen en this is Romans 2 verses 8 and 9. Romeinen 2 vers 8 en 9. On the soul of a man who every man who does evil. Dat aan ieder die ongerechtigheid doet. To the Jew first and also to the Greek. En dan eerst de Jood, maar dan ook de Greek. This is the same passage, chapter 2, where he says the gospel is to the Jew first. En dat is uiteraard ook al in Romeinen 1, waar het gaat dat het evangelie eerst naar de Jood, maar dan ook naar de Griek. And then to the goy, the Gentiles. En dan naar de Griek, de goyim. But the tribulation and wrath of God. Maar ook de oordelen van God. Begins with the Jew first. Eerst over de Jood. This is New Testament. Dat is ook Nieuw Testament. Teaching of Paul. Dat is wat Paulus ook he references this again in Romans chapter 3. En dat zegt Paulus nog een derde keer in Romeinen 3. When he asks this question, the wording is a little hard to grasp. Maar ook in de bewoording van de Romeinen 3. But I'll try and help us. But if our transgression, maar wanneer onze unrighteousness, als onze onrechtvaardigheid, he's talking about his own people, Israel. Dus waar Paulus over zijn eigen volk Israël spreekt. It's where he starts out, what advantage, what profit ja, is there voordeel, still to be a Jew in the flesh? Wat is dan het voordeel om Jood te zijn? Verse 5 he says if Israel's unrighteousness. Als in Romeinen 3 vers 5 staat als de ongerechtigheid van de Israëliet demonstrates the righteousness of God. Toch de rechtvaardigheid van God laat zien. What shall we say? Wat zullen we daarvan zeggen? Is God unjust who inflicts wrath? Is dan God onrechtvaardig door oordelen te geven? Certainly not. Zeker niet. For then how will God judge the world? Hoe zal God dan ook de wereld oordelen? Paul is saying that if God ever did anything to Israel. Dus Paulus zegt alles wat God eerst aan Israël deed that they did not deserve. Wat zij niet verdienen. Then he has no right to judge the rest of the world. Dan heeft God ook geen recht om de wereld te oordelen. And once again we have this principle and pattern. En nog een keer hebben we het principe en patroon in de Bijbel. Eerst de Jood, dan de Griek. We see it in the Old Testament. Maar dat zien we ook in het Eerste Verbond, Oude Testament. Whenever God went to deal with Israel's sin. Ook wanneer God zeg maar, oordeelt over de zonde van zijn volk. He would pick some other nation. Dan vraagt hij, eigenlijk gebiedt hij andere volken. As an instrument of correction. Om Israël te and bring them to correct Israel. Om Israël weer bij de les te krijgen. Judgment begins in the house of God. Daar begint het oordeel van God bij het huis van God. To the Jew first. Aan het Jood eerst. And once God was finished dealing with Israel. Maar wanneer God daarmee gereed is, he would then deal with the nation that he brought as an instrument of correction. Dan gaat God ook zich richten op die volken die als instrument gebruikt werden om Israël bij de les te krijgen. You see this expressed by the prophet Isaiah, chapter 10. En dat zie je in Jesaja 10. Who, when he says that Assyria, dat Assyrië is the rod of my anger, God is says. De roede van God. And they were ruthless. En die waren zeer onbarmhartig. They were cruel.
Die waren gewoon gemeen. But God chose them to come and judge his own nation. Maar God heeft de Assyriërs gebruikt om zijn eigen volk te oordelen. Because Israel stood in a privileged place before God. Want Israël stonden in een bevoorrechte positie ten opzichte van God. They knew the Shekinah presence of God. Want ze kenden de Shekinah glorie van God. They were given his word. Ze hadden het woord van God. David aan hen said, what nation is there like your people Israel? En zelfs koning David mocht in de psalm zeggen, welk land is dat die zo voor u kan buigen? And they kept being unfaithful. En toch bleef dat volk ontrouw. By going after false idols. Want ze gingen allerlei valse goden. And God chose Assyria to judge them. En God koos Assyrië om Israël te oordelen. But in that same chapter of Isaiah 10. Maar in hetzelfde hoofdstuk Isaiah 10. God says, Assyria, your time is coming too. Maar dan richt God zich naar Assyrië en zegt, jullie tijd komt ook. Once I'm finished with you dealing with Israel. Wanneer ik gereed ben met Israël, dan zal ik ook jullie. Oh, you're gonna have your own reckoning too. Ook jullie zullen je afrekening krijgen. And it's gonna happen overnight. En dat zal plotseling gebeuren. And it did. En dat is gebeurd. Here we find three passages. Hier zien we drie passages uit de schrift. Jeremiah 25, Jeremiah 50, Isaiah 47. En Jeremia 25, Jeremia 50 go, en Jesaja 47. About four. Oh, each feather. Another, right there. Ja, deze, helemaal goed. Here we find three passages from the prophets. Hier hebben we drie profetische gedeeltes. Which use this very principle and pattern. Die hetzelfde patroon en principe uit de schrift hanteren. Concerning Babylon. Over niet alleen Assyrië, maar over Babylon. Oh, behold, I will send Nebuchadnezzar, king of Babylon. Want God gaat Nebuchadnezzar gebruiken om Israël te oordelen. And God calls him my servant. En God noemt Nebuchadnezzar notabene mijn knecht. Another ruthless pagan king. En ook een zeer onbarmhartige, wrede koning. Oh, before it was over, God had some dealings with him. En voordat Nebuchadnezzar helemaal gereed was, wilde God Nebuchadnezzar oordelen. God says, I'm going to bring you against my land. Want ik ga Nebuchadnezzar jou naar mijn land brengen. And its inhabitants. En naar zijn inwoners. And you will utterly destroy them. En u zult ze vernietigen. And Israel was going to serve the king of Babylon 70 years. En Israël zal uit het land gaan en de koning van Babel 70 jaar dienen. A time of correction, of judgment. Dat is een tijd van oordeel om recht te zetten. A specified time, een specifieke afgeronde tijd, 70 jaar, om de zonde van het volk aan hen te then it will come to pass when 70 years are finished. En dan het evangelie. I will punish the king of Babylon. Na 70 jaar van correctie van Israël, dan zal ik de koning van Babel for their iniquity. Voor hun ongerechtigheid. And I'll make it a perpetual desolation. En dan zal ik het tot een woestenij maken. And Jeremiah in chapter 50, he warns the Jews who had been exiled there. They had a chance to come home, but they liked Babylon. En zelfs in Jeremia, hoofdstuk 50, waarin de Joden gewaarschuwd worden die al denken veilig te zijn in Babylon. Ze konden terugkeren naar Israël. And Jeremiah sends the word of the Lord, flee Babylon. En daarom zegt Jeremia, vlucht uit Babylon. Move, get out of the middle of Babylon. Ga daar weg. Go out of the land of the Chaldeans. Ga weg uit het land van de Chaldeeën. Because the time of Israel's judgment is over. Omdat de tijd van het oordeel over Israël voorbij is. It is now time to judge Babylon, which God used to judge Israel. En nu zal ik Babylon straffen, omdat ze veel te hard waren in het oordeel over Israël. And if you stay there, you risk getting caught up in her destruction. En als u na die 70 jaar als Israëliet in Babel blijft, dan loopt hij het gevaar om zelf ook onder dat orde van Babel te vallen. And then in Isaiah 47, God says, I was angry with my people. En ook in Jesaja 47, ik was boos op mijn volk. This is again talking about using Babylon to correct Israel. Dus ook weer om Babylon te gebruiken om Israël bij de rest te krijgen. I profane my inheritance. En dat God zegt, ik
ik walg eigenlijk van mijn volk. And I gave them into your hand. En ik heb hun in uw macht Babylon gegeven. But then it says why God has to now deal with Babylon. Maar waarom gaat God dan zich richten op Babylon? Omdat you showed them no mercy. Omdat jullie Babylon geen genade hebben laten zien aan mijn volk Israël. On the elderly, you laid your yoke very heavily. En zelfs op de ouden hebt u uw juk zwaar laten rusten. Jeremiah 50 says, this is coming on you, Babylon. En daarom in Jeremia 50 zal het oordeel over u komen, Babylon. Because you were glad. Omdat u blij was. You rejoiced. U hebt zich verheugd. In plundering my people. Om mijn volk uit te plunderen. All these passages, al die passages talk about how that instrument of correction that God brought against Israel. Dat God de volken gebruikte om Israël te oordelen. They all got proud about it. Maar al die volken die werden trots. Oh, my hand has done this. Oh, mijn hand heeft they dat gedaan. Took joy in it. En die hebben zich daar vreugde in beleefd. They showed no mercy. En die hebben geen genade they getoond went aan beyond volk. What God had intended. En ze gingen veel verder dan wat Gods bedoeling was om Israël and te staan. It is like clockwork. En clockwork. Oh, dat is als met kleding. Ja. Yeah. Nee. Clockwork. It's like it's set in time. Oh, als een klok, sorry. Dus het is, maar het heeft tijden. God uses some Gentiles to judge Israel. God gebruikt heidenen om Israël te oordelen. Judgment begins in his house. Want het oordeel begint in het huis van God. And once he's finished dealing with Israel, en wanneer God dat heeft afgerond, it is then time to deal with the sins of the nation. Dan richt God zich op het oordeel over de volkeren. And how they went beyond what God had intended. En dat ze veel verder gingen dan wat God bedoeld proud about it. En die werden daar trots op. Hallelujah. And showed no mercy. En dat ze geen genade hebben laten zien. Okay. I'm going to have to ask Timon to go back up. Iets terug graag qua projectie. Okay, we're going to go back to the first scripture, Luke 21. Lucas 21. Okay. When we look at Matthew 24. Als we Matthäus 24. Mark 13. En Marcus 13. Luke 21. En in Lucas 21. Nearly everything in here. En alles wat daarin staat. Can be fit again into one of three categories. Kan precies vallen in een van die drie categorieën. Jesus establishing his credentials as the Messiah. Dat Jezus laat zien dat hij recht heeft en alles bewijst dat hij de Messias van Israël is. I'm the man. I'm the one you've been looking for and waiting dat for. Dat Jezus door alles wat hij doet en wat hij zegt laat zien dat hij de beloofde Messias is. Don't van look for another. En kijk vooral niet naar een andere Messias. And all the other things. En al die andere dingen. Can be fit into this pattern. Kan in dat patroon vallen. Of judgment begins with Israel. Dat het oordeel begint bij het huis van God. And then the nations. En dan de volkeren. And the key to understanding. En de sleutel om dit te verstaan is you do not mix the two. En de sleutel is dat je die twee niet door elkaar haalt. Gaat mixen. When God is judging Israel, wanneer God Israël oordeelt, he is judging Israel. Dan oordeelt hij Israël. And when he's ready to judge the nations after he's finished with Israel, en als God daarmee gereed is en dan de volkeren gaat oordelen, then it's their time. Dan is het de tijd voor de volkeren. And what has happened is we have mixed the two. En wij hebben vaak die twee een beetje door elkaar gehaald. And not understood it. En dat onderscheid niet hebben begrepen. Within the principles and pattern. En binnen het principe wat God heeft aangewezen. Of scripture. En van de schrift. But Jesus did. Maar Jezus gaf dat uitleg. Let's go back for just a minute. Laten we even teruggaan. What sparked this teaching of Jesus on the end times? Waar richt Jezus zich op in zijn onderwijs over de eindtijd? He's weeping over Jerusalem. Want hij weent over Jeruzalem. Oh, Jerusalem, Jerusalem, how I've longed to gather you as a hen gathers its chicks under its wings. Oh, Jeruzalem, Jeruzalem, ik heb u immers willen vergaderen zoals een hen haar kuikens. But you were not willing. Maar u wilde niet. Behold, your house is left to you desolate. Daarom zeg ik, uw huis wordt verwoest achtergelaten.
Judgment begins in the house of the Lord. Het oordeel begint in het huis van God. The disciples hear this. En de discipelen hebben dit gehoord. He says this at some point in Jerusalem. En dat zegt hij op de Olijfberg in Jeruzalem. And they walk out to the Mount of Olives. En dan liepen ze naar de Olijfberg. And they're looking up over the wall of the Eastern Gate. En dan keken ze over de Oostpoort. And they're saying, Jesus, let me get this right. En ze zeggen, Jezus, laten we dit nog eens goed bekijken. You just said, you know, that temple, look how beautiful it is, and all the buildings. Maar zie toch die tempel, dus hoe mooi het gebouwd is. And en al die gebouwen. Said something about it being destroyed. Are you sure? U zei net van, ja, het wordt verwoest. Bent u daar zeker van? And he doubles down on them. En Jezus zegt dat nog een keer. We have that saying in Dutch. You yep. Double down. Yeah. You double your bet. Oftewel, Jezus overtroeft dat nog een keer. You're out on a limb. Je bent aan de zijkant. Someone says you really want to go there. En wil je daar echt naartoe? And you go twice as far out. En dan ga je nog een stapje verder. And he says, not one stone will be left upon another. Dat Jezus niet alleen zegt dat die tempel verwoest wordt, maar hij zegt dan die tweede steen, dat er geen steen he says van die tempel op elkaar. That temple is going to be destroyed. Dat die tempel verwoest gaat worden. And so they ask him some more questions. This gets their attention. Dus dat trekt hun aandacht. Ze stellen meer vragen. And they say, when's that going to happen? En dan vragen ze, wanneer zal dat gebeuren? And how they're basically asking, how are you going to reveal yourself as Messiah? En dan de vraag van hoe gaat u zich dan werkelijk laten zien als Messias? What is the sign of your coming? En wat is het teken van uw komst? And the end of the age. Aan het eind van de tijd. We take that question, what is the sign of your coming? En dat het teken van uw komst. And we put the word second coming. We put the word second in there in parentheses. En dan zetten wij dat vaak tussen haakjes en denken direct aan de tweede komst. Because de wederkomst. We're reading it from 2000 years later. Omdat wij het lezen vanuit onze perspectief 2000 jaar later. But that's not what they're asking. Maar dat was niet wat de discipelen vroegen. They had no idea he was going away yet. Want ze hadden nog geen idee dat Jezus naar de hemel zou gaan. Dat hadden ze geen idee van. They didn't know this. Dat wisten ze nog niet. He'd say, oh, while the bridegroom's with them, they don't fast, but when he's gone, they will. They didn't get it. Jezus had natuurlijk wel verteld, ja, wanneer de bruidegom bij jullie is, blijf je feest vieren, maar wanneer die bruidegom weg is, zal je een ander tijd. Begrepen ze nog niet. The disciples of Jesus had the general expectation of all most other Jews of that day. Net als alle andere Joden van die tijd hadden de discipelen maar één verwachting. They were there was a high anticipation that Messiah was coming soon. Er was een groot geloof en gevoel de Messias komt spoedig. And that he would throw off Roman oppression. En dat hij met name de Romeinen uit het land zou gooien. And restore the kingdom that of David. En dat hij het herstel van de troon van David. Even his disciples are asking this after his resurrection in Acts chapter 1. En ook in Handelingen 1 vragen de discipelen na de opstanding. Is it at this time that you will restore the kingdom to Israel? De laatste vraag van de discipelen is het thans dat gij het koninkrijk van Israël herstelt. And most of them also thought that in the upheaval and this birthing of the restoration of Israel in their time. En ook dat men dacht, ja, het herstel van Israël in die tijd. That God would restore to Israel the right Davidic line as king. Dat ze God ook zal herstellen, het Davidische lijn en ook de priesterlijke lijn weer in Jeruzalem. And the right Zedekite line as priests. En dat van Aaron en Zadok. Dat in die lijn de hoge priester zal hersteld worden. Because the Maccabees, the Hashmoneans. Want in 164 voor Christus met de Maccabeën. When they threw off the Syrian Greeks a few hundred years before. Toen de Maccabeën de Syrische. The whole story of Hanukkah. De basis van Hanukkah, het Hanukkahfeest. They put themselves in as kings and priests. Dan hebben die Maccabeën zichzelf tot priester gewijd. They didn't have the line of David. Die waren niet in de lijn van Aaron, Zadok en verder. Or the right priesthood. Dus die waren niet in de juiste lijn van and het so most Jews in that day felt that would also be part of the restoration. Dus in de tijd van Jezus was het een algemeen gevoel
de Messias komt om juist die priesterlijke lijn weer te herstellen. And it's just that the followers of Jesus. En ook de volgelingen van Jezus. He had done enough miracles. En Jezus had zoveel wonderen and al gedaan. Said all these amazing things. En al die grote dingen gedaan. They were convinced he was the Messiah. De discipelen waren al overtuigd dat hij de that komende Messias is. He was going to all accomplish this in their day. En dat hij met name die Romeinen het land zou uitgooien en de priesterlijke lijn zou herstellen. And there would be world peace. En dat er dan ook wereldvrede zou komen. En dat in Jesaja 2 dat the animal kingdom would change. Dat de zware worden omgesmeed tot ploegijzers. Oh, we chuckle, but this is what the prophets promise. Maar dat is wel wat de profeet Jesaja profeteerde. This is what the prophets promised. Dat is wel wat de profeet and they just believed it. En dat geloofden zij. And so they ask, you know, this sort of upsets their prophecy chart. En ja, wat Jezus nu zegt, dat schud even hun profetische kaart. Ja, want ze hadden verwacht dat Jezus in die tempel zou gaan zitten. And he's saying it's going to be destroyed. En dan zegt Jezus hier dat die tempel zal vernietigd worden. Jesus has a challenge. En dan heeft Jezus een uitdaging. He has to completely reset their prophecy charts. En dan moet Jezus in wezen hun profetische kaart even resetten. Their understanding van hun begrijpen? Of what the prophets said that Israel would go through. Dat de profeten al aankondigen waar Israël doorheen zou gaan. Before that promised restoration comes. Voordat het beloofde herstel zal komen. And so he sits them down. En daarom. And gives them this teaching. Gaat Jezus met de discipelen zitten. He first says, don't be deceived. Don't look for someone else. En dan geeft hij als eerste onderwijs. Kijk uit voor valse Messias. Kijk uit voor een andere Messias. We'll talk about this more tonight. En daar gaan we het vanavond meer over hebben. And then he goes into the two judgments and the process. En dan heeft hij het over die twee oordelen in dat proces. That has to happen. Dat eerst moet gebeuren. To humble Israel. Om Israël nederig te maken. And eventually humble the nation. En uiteindelijk ook om de volkeren nederig te krijgen. So that we might receive him zodat as king. Uiteindelijk Israël en de volkeren de Messias gaan ontvangen. And the clearest passage. En het duidelijkste passage uit de Bijbel. Where Jesus speaks about the judgment coming upon Israel. Is het oordeel over Israël is in. And the destruction of the temple. En het vernietiging van de tempel. Is in Luke 21. Is in Lucas 21. But when you see Jerusalem surrounded by armies. Dat het teken is wanneer gij Jeruzalem omsingeld ziet door legers. Then know that its desolation is near. Weet dan dat haar ondergang, vernietiging let nabij those is. Who are in Judea flee to the mountains. En aan ieder die in Judea is, dat hij naar de bergen oh, vlucht. I used to be afraid, think this was me. En Yeah, this was us. We had to flee to the mountains today. Ja, dus als je dat zo als gelovige leest, don't go back for your coat. moeten wij naar de bergen vluchten. Woe to her who, you know, don't go back for your coat. Ja, ga niet eens terug naar je huis om je jas te halen. Pray it's not in winter. En bid vooral dat het niet in de winter is. Here it says, flee to the mountains. En hier zegt, if you're in Holland, where are you going to flee? Ja, maar in Nederland, waar moet je dan naartoe? Look, all those prophecies about the mountains falling and whatever, y'all don't have to worry about those. Dus al die profetieën over dat de bergen zullen wankelen en zullen vallen, ja, ben je in Nederland gelast van. If you're in here, get out of Jerusalem. Maar als u in Judea bent, naar de bergen, bent u in Jeruzalem. If you're out in the countryside, don't go back in. Vlucht eruit. En als u op het platteland bent, ga niet terug naar de stad. And this is the important verse here. En dit is het belangrijke vers in dit gedeelte. For these are the days of vengeance. Want dit is de dagen van oordeel. That all things which are written may be fulfilled. Dat alles wat geschreven is zal vervuld. But woe to those who are pregnant. Maar wee aan hen die zwanger zijn. And to those who are nursing babies. En die in geboorte zitten. In those days. En jonge kinderen hebben. For there will be great distress in the land. Want er zal een groot angst over het land and komen. Wrath upon this people. En een oordeel over zijn volk. They'll fall by the edge of the sword. En ze zullen vallen door de be schepen led van het away zwart. Captive into all nations. En ze zullen de mensen als banneling en als slaven wegdrijven. And Jerusalem will be trampled by Gentiles. En Jeruzalem zal vertreden worden door de heidenen. Until the times of the Gentiles are fulfilled. Totdat de tijden der heidenen volbracht, vervuld zijn. Jesus said to them,
There's some of you who won't pass away before this comes to pass. Dit zal gebeuren en er zullen sommigen van jullie niet overleden zijn voordat dit gebeurt. Jesus is the only Jewish figure that we know of from the first century who correctly predicted the destruction of the second temple. En we kennen uit alle Joodse literatuur maar één, dat is Jezus, die de op correcte wijze de val van de tempel heeft voorzegd, voorspeld. And it was destroyed, just as he said. En het is zoals hij zei, de tempel is vernietigd. And we've had 2000 years of exile. En we hebben 2000 jaar van diaspora, verstrooiing van Israël. And now the Jews are back in Jerusalem. En nu zijn de Joden terug in Jeruzalem. En ergens in onze gedachten, we're not able to check this off. Maar dat kunnen we dat blijkbaar niet even afvinken. To say, oh, this is still ahead of us. Oh, dat komt allemaal nog. And it involves us. En dat heeft ook belang voor ons. I gotta watch my coat, you en ik moet uitkijken dat wanneer het moeilijk wordt, dat ik niet mijn jas haal in mijn uit mijn huis. You ever go out, you know, the Lord may come today. I want to make sure I have my best jacket or sweater on. Ja, wanneer de Heer vandaag terugkomt, dan moet ik in ieder geval mijn goede jas aan hebben. But I remember in the 1980s when we were young in the Lord and we'd read some of this. We, you know, flee through the mountains. Where's the closest mountain? Ja, maar ook in de 80 jaren toen David met zijn vrienden, ja, nog jong in de Heer, dit las, denk ik, oh, waar moet heen vluchten? But we can relax a little. Maar daar kunnen we relaxed over zijn. We can check it off. Want dat kunnen we gewoon afvinken. It happened just as Jesus said. Het is precies gegaan zoals Jezus voorzegd heeft. And this is exactly what they were asking about. En dat is ook wat de discipelen vroegen. You see, dear saints. U ziet welke heiligen? Judgment begins in the house of God. Hetzelfde principe dat het orde begint in het huis van God. And then in the nations. En dan in de volkeren. And God is a good father. En God is een goede vader. And he sets out in scripture exactly how he's going to deal with each. En God zegt in zijn woord precies hoe hij met Israël en met de volkeren zal handelen. You don't mix them. Maar die moet je niet door elkaar halen. I know with my son. Ook met mijn zoon. You know, it helps if I say if you do this. Het helpt als dan, als je dit doet, dan you will get three licks. Dan krijg je een paar tikken. God is a good father. Maar God is een goede vader. Oh, my wife, I'll get in trouble. But, you know, he'd do something and she just so, 3 days without your phone. Dat wanneer hun zoon iets doet, dan zegt zijn vrouw, oh, 3 dagen geen telefoon. Oh, man, some days, 8 days without your phone. 8 dagen zonder telefoon. So I tried to sort of warn him beforehand. If you really cross me, dus als David als vader zijn zoon, this is what's going to happen. Probeert hij van tevoren hem al in te lichten van als je dit doet, dan Jesus gaat dit gebeuren. Jesus says what was about to happen in their lifetime, it was written. En ook Jezus op het vraag van de discipelen zegt exact wat zal gebeuren days in hun dagen. Days of vengeance spoken of. Alles wat daarover gesproken is vervuld. In the Old Testament. En dat is al geprofeteerd uit het eerste verbond. We're talking about. En we spreken go down to the days of vengeance slide. En over de dagen van het oordeel. You find this in Leviticus chapter 26, Deuteronomy 28. En dat lees je in Leviticus 26 en in Deuteronomium 28. Our Bibles will, most of them will have a heading that says blessing or curse. Oh ja, wat meestal gaat over wat er boven staat van zegen of vloek. And it's the choice Israel had between knowing the blessing of God for obedience. En de keuze die Israël had om God te volgen en zegen te ontvangen. Or the curse for disobedience. Of wanneer ze ongehoorzaam waren en and it's laid right out there for them. What's going to happen if they are disobedient and idolatrous? En het is duidelijk neergeschreven wat ze gaan doen als zij overspel en afgoden en alles doen. This was like their ketuba, their marriage contract. In wezen was dat het huwelijkscontract wat God gaf. And als dan. Israel said yes to this. En Israël zei daar ja op. They said I do. Wij doen dit. And what God describes there, it's hard to talk about it in a nice church service. En wat God daar zegt, dat vinden we vaak niet zo leuk om dat in een kerk te prediken. I'll try and go easy on you. Ik probeer het eenvoudig. But it basically says when Israel
is in such rebellion against God. Maar het zegt in basis dat wanneer Israël tegen God weerspannig is, that they're beyond repentance, dat ze verder zijn dan bekering, he has a certain way of dealing with them. Dan heeft God een bepaalde manier om met hun te handelen. And it involves an enemy that God chooses. En dan kiest God een vijand uit. Laying sieges to their walled cities. Om hun steden te omsingelen. To the point that the people inside, the people of Israel inside these traps, trapped inside their cities. Zodat de inwoners in die steden daar als een in de val zitten. They are so starving they turn to cannibalism. Dat ze van honger zo ver zijn dat ze zelf tot cannibalisme overgaan. And they eat their own. Dat ze zelfs hun eigen. It's not nice to talk about. Ja, dat vinden wij niet leuk om daarover te spreken. But you can go read Deuteronomy 28 around verses 46 through 52. Maar je kunt het gewoon zelf lezen in Deuteronomy 28. And you'll understand why Jesus says. En daarom verstaan we ook wat Jezus zegt. These are days of vengeance that all things may be that are written may be fulfilled. Dat Jezus zegt over de oordeel van God dat alles zal vervuld worden wat al geschreven is. And the next thing he says is woe to those who are with suck in those days. En dan zegt Jezus wee over hen die in die tijden zwanger en met kleine kinderen zijn. It's not that you know you're going to be on the run and having to flee the city and maybe a nursing mother can't give milk. It's not that. Nee, het is dus niet dat je alleen maar moeite hebt als je moet wegvluchten of een moeder die borstvoeding geeft dat het moeilijk gaat. The curse says you will look at your baby as your next meal. Dat je eigenlijk is de vervloeking die al God aangeeft in Deuteronomy 28. De honger zal zo zijn dat je zelfs je eigen kind begeert om als volgende maaltijd. This is what Jesus is talking en about. Daar heeft Jezus het over. Even on the way to the cross. Zelfs op de weg naar het kruis. Women of Jerusalem. Vrouwen van Jeruzalem. Don't weep for me. Huil niet om mij. But weep for yourself. Maar huil om jezelf. Because the day is coming. Want de dagen komen. When you're going to say blessed. Dat u zult zeggen. Is the woman who's barren. Dat gezegend is de vrouw die onvruchtbaar is. And she who never bore. En degene die nooit heeft gebaard. He knew what was written. Want Jezus wist wat er he stond geschreven. How Israel had agreed to this, how God would deal with them. En dat Israël de ja op heeft gezegd hoe God heeft aangegeven hoe hij met zijn volk zal oordelen. Deuteronomy says, look, you're going to get caught in your sieges. You'll get exiled. En Deuteronomy 28 staat dat God zegt, je zult in je vesting belaagd worden, ingenomen worden en weggevoerd worden. But I will not leave you out there forever. Maar ik zal je daar niet altijd There's laten. A time of favor coming. Er is een tijd van genade. No matter how far I scatter you, hoe ver u ook verstrooid bent, I will come and find you. Ik zal komen om u te when zoeken en te vinden. Purpose of the correction is done. Wanneer het oordeel geweest is and om I'll u rechtgezet hebben. Zodat ik u weer terugbreng naar uw eigen land. But, maar. Says it in the law of Moses, maar ook in de wet van Mozes. If we have to go around this mountain a second time. Maar soms moeten we een tweede keer om die berg heen. That is coming upon you, dat het oordeel wat over u komt. Is going to be seven times worse. En als je de tweede ronde niet gelooft, dan zal dat oordeel zeven keer feller zijn. And so Jesus knows all about the exile in Babylon and how bad it was. En Jezus zegt, en Jezus weet natuurlijk over die 70 jaar exile naar Babylon en hoe slecht dat was. Matthew 24. En Matthäus 24. For then there will be great tribulation, such as not been since the beginning of the world until this time, nor ever shall be. Er zal een grote verdrukking zijn over Israël, zoals nooit eerder geweest is. What he's talking about, this is the worst God will ever do to Israel. Met andere woorden, dit is het ergste wat God ooit over Israël zal uitstorten. It's the Babylonian exile seven times over. En dat is de Babylonische ballingschap zevenmaal erger. And Isaiah 40 says even then that gets doubled. En Jesaja 40 zegt dat zelfs dat verdubbeld wordt. You're talking 14 times. Dan heb je het over 14 keer 70 jaar. This is serious stuff. Dat is serieuze boodschap. God's correction. God's correctie. They signed up to this deal. En Israël heeft het ondertekend. Jesus saw it coming.
En Jezus zag dit aankomen. He takes this phrase, it's the worst tribulation. En Jezus zegt, dit is de ergste oordeel wat over Jacob is zal komen. Ezekiel 5, en dat haalt hij ook uit Ezekiel 5. Which is the clearest explanation of the two-thirds, one-third judgment. En dat is een duidelijk onderscheid over die tweederde oordeel en een derde overdag. Two-thirds in the land wiped out by famine, pestilence and the sword. Tweederde zal vernietigd worden door pest en hongerschap en het zwaard. One-third scattered to the nations. En een derde zal verstrooid worden over de volkeren. Ezekiel 5, I will do among you, Israel, what I have never done. En in Ezekiel 5 staat, ik zal over u brengen wat ik nog nooit heb gedaan. And the like of which I will never do again. En dat zal ik nooit weer doen. Because of your abominations at the temple. Maar omdat u zo u hebt misdragen bij de tempel. And so Jesus says the tribulation of these days coming. En daarom de oordelen zullen nu komen. They're going to be the worst thing God will ever put you through. En dat is het ergste wat God ooit Israël laat ondergaan. And Paul in 1 Thessalonians 2 says wrath has ook, come upon them. En ook in apostel Paulus zegt in 1 Thessalonians 2 dat het oordeel van God over hen tot hoogte zal komen. Israel has been in a time, you can go to the next slide. Yeah. Israel has been in a time of disfavor and divine judgment. En we zien dat Israël in een tijd lang in een fase was dat ze onder het oordeel waren, dat from ze niet geliefd waren. From the destruction of the second temple until the rebirth of Israel as a nation in our day. En juist vanaf de val van de tempel, het jaar 70, tot het jaar 1948, herstaat, hergeboorte. Just as Jesus foretold. En precies zoals Jezus voorzegd heeft. The Josephus and other writings tell us. Ook de Joodse historicus Josephus schrijft ons that between the uprising in the first century, 70 AD, bij de opstand in het jaar 70, and the Bar Kokhba rebellion about 60 years later, en het jaar 132, de Bar Kokhba revolutie. Two-thirds of the Jews in the land of Israel perished. Dat dus Josephus beaamt dat twee derde van de Joden vernietigd zijn. And one-third were scattered to the nations. En een derde is vertrokken naar de volkeren. Just as was written. Precies zoals het is geprofeteerd. And I believe the Holocaust in Europe. En ook de Holocaust. Acts like a bookend. Is als een einde van een boek. It's like the end of that time of disfavor. Dus het begon bij de val van de tempel en het eindigde in where this de Holocaust. This place where most of the Jews were still left. Juist ook in Europa waar nog de meeste Joden woonden. Two-thirds of the Jews of Europe perished. Twee derde van de Joden in Europa zijn. One-third survived. En slechts een derde is heeft overleefd. Some moved to Israel, some moved west, some still. Sommigen gingen Europe. Daarna naar Israël, sommigen naar but they westen. Survived. Maar een derde heeft maar overleefd. Isaiah said your punishment it got doubled. En Jesaja 40 zegt uw oordeel is verdubbeld. This two-thirds judgment. Je hebt dubbel uit het hand van de Heer it ontvangen. Happened twice. En dat is twee keer gebeurd. And yet we've got Bible teachers. Maar we hebben Bijbelleraar. Saying it hadn't even happened once. En die zeggen, oh, het is nog niet eens één keer gebeurd. And it's still ahead of us. En dat is allemaal nog voor de toekomst. How many know you've read and heard this? En sommigen hebben dat wel eens van gehoord. You're actually saying it's going to happen a third time. Dan zegt u eigenlijk, oh, dan moet het zeker een derde keer nog gebeuren. Oh, but something's changed. Maar gelukkig, er is iets veranderd. Every year around Yom HaTzmaut. Ja, de onafhankelijkheidsdag in Israël. The day before Yom HaZikaron. En de dag ervoor is de dag van herinnering. Remembering the dead soldiers and all. Ja, ja. Net zoals bij ons 4 mei en 5 mei. And terror victims. En juist de dag voor de onafhankelijkheidsdag. 71 years now. Dat is inmiddels 71 jaar. Around 26,000 Israelis killed in En al die 71 jaar zijn ongeveer 71.000 Joodse Israëlische soldaten omgekomen en die herinneren ze. They paid a price. Want die soldaten hebben een prijs betaald. But in the Holocaust. Maar in de Holocaust. I've stood outside Riga. En ik stond buiten Riga of where in one weekend. Oh ja. Waar in één weekend. They marched 25,000 Jews.
hebben ze in één weekend 25.000 Joden laten marcheren. Out into a forest. Naar een bos toe. Just 5 kilometers outside town. Zeg 5 kilometer buiten de stad. And slaughtered them all. En hebben ze hem allemaal afgeslacht. In 2 days. Babi Yar? No, Babi Yar was 34,000. Okay, Babi Yar was net zoiets, nog erger, 34,000. In 1 weekend. In één weekend. The enemy has been after Israel for 71 years. Want ook nu is de vijand al bezig 71 jaar om Israël weer te vernietigen. Maar er is iets veranderd. When Israel was still vulnerable to this curse, the enemy could do such damage, and Israel was defenseless. Toen al die eeuwen was Israël niet in staat zichzelf te verdedigen, en de vijand kon hem makkelijk als prooi hebben. A wonderful, blessed, smart, brilliant people, but somehow something over them. Door de eeuwen heen waren ze ook briljante mensen, maar er was iets over hen. And yet something's changed since Israel was reborn. En nu sinds 1948 de herstand, de herboord, is er iets veranderd. Israel still has enemies. Tuurlijk, Israël heeft nog steeds vijanden. But God has finished correcting them in that same maar old way. God heeft het oordeel nu niet It's langer over over Israël. Dat is We voorbij. Are in a time of favor. Nu zijn we in een tijd van het welbehagen. Oh, van it says you will arise and have mercy on Zion. En waar so, God zelf zegt, ik zal opstaan en weer Jeruzalem verkiezen. For en the time to favor her, yes, the set time has come. Omdat de tijd is aangebroken om Sion te zegenen. Oh, it's a set time, a moedan. A moed. Dat is een vastgestelde tijd van God. Oh, for your servants take pleasure in her stones, show favor to her dust. Want uw knechten hebben behagen in hun stenen weer bijeen te rapen. So the nations shall fear the name of the Lord, all the kings of the earth. Zodat de volkeren de naam van God zullen prijzen. Oh, when you see this favor on Zion. En dat ze met vreugde weer Zion zullen opbouwen. And the Lord building up Zion. En dat God Zion weer you zal know opbouwen. He's going to appear in his glory. En God gaat uiteindelijk in glorie verschijnen te Zion. If God has finished judging Israel. Als God gereed is met het oordelen over Israël. Oh, you and I can just rejoice this whole weekend over this. Hallelujah. Daar kunnen wij ons juist dit weekend over verheugen. They still have trouble. They still have terrors. Tuurlijk hebben ze nog een hoop vijanden. But God's not bringing them. Maar God heeft hen niet teruggebracht om naar te this oordeelen. This isn't Iran, Ayatollah, my servant. Nee, het is dus niet Ayatollah. Not at all. It is the devil's servant. Want die Ayatollah is niet in dienst van God, maar van de tegenstander. Hallelujah. It's days of favor. Het is voor Israël de tijden van het welbehagen. But if that period of judgment on Israel, the judgment began with Israel. Maar als het oordeel begon over het huis van God bij Israël. If it's over. Als dat voorbij is. It means it's now time for God to judge the nation. Dan is dus nu de tijd aangebroken dat God zijn oordeel over de volkeren. And these are the days we live in. En dat is een tijd waarin wij nu And leven. God has prescribed in scripture. En dat heeft God al voorzegd in de schriften. Exactly how Precies. He will deal with the nation. God heeft ook uitgelegd hoe hij met de volkeren It's different than his dealings with Israel. En dat is anders dan hoe hij met Israël Let's zal not mix the two. En die twee moet je niet door elkaar mixen. It's the days of Noah. En het zal zijn als in de dagen And van Jesus Noah. Says it himself. En Jezus beaamt dat. And the only place if you go Isaiah 54. The only place en in Isaiah 54. The only place where the Hebrew prophets speak of the days of Noah. Use this phrase, Yomim Noach. En dat de enige keer dat de profeten ook deze profetie hebben over de dagen van Noach. Is Isaiah 54. Is in Isaiah 54. We're going to try and wind up quickly here. En we proberen hier toch langzamerhand af te ronden. Here it says that the God's covenant, the Isaiah 54, is all about God's restoration of Israel in the last days. En in Jesaja 54 spreekt God over de einddagen, dat God zijn volk zal herstellen. This time of favor and ingathering om and building weer, up Zion. Om juist weer Israël genadig zijn om de Joden terug te brengen naar God het land. God says this is like the days of Noah to en me. En dat zal zijn als in de dagen van Noach. When I swore that the waters of Noah would not flood the earth again. Want de wateren
wolken zullen de aarde niet weer bedekken zoals in de dagen van Noach. So I've sworn I will not be angry with you nor rebuke you. En zo zal ik niet weer kwaad zijn op u, Israël. When you read the story of Noah. En als je het verhaal van Noach leest. When God tells him to enter the ark. Dat God tegen Noach zegt om de ark in te gaan. He gives him a promise. Dan geeft God Noach een belofte. He says there's a storm coming. Er komt een storm. It's going to be rough inside of here. En het zal ook moeizaam worden hier binnen. He doesn't tell him how long this storm's going to last. En God zegt niet tegen Noach hoe lang dat die storm zal duren. But he says it's going to be rough. Maar hij zegt wel, het zal moeizaam worden. But when it's over, maar wanneer het voorbij is, I will meet you on the other side. Dan zal ik u ontmoeten aan de overkant. You're going to make it through. En u zal er doorheen gaan. And I will make a covenant with you. En ik zal een verbond met u sluiten. In this new beginning. In dat nieuwe begin. After the judgment ends. Na het oordeel wat God And this is the meaning of these words. En dat is ook het betekenis van die dagen van Noach in Isaiah 54. Isaiah is one of these prophets who has to warn Israel that exile is coming. En Jesaja was een van de profeten die Israël moest waarschuwen dat er een a hard journey, a storm. Dat er een storm op komst is. A judgment from God on us. Als een oordeel van God over ze volgt. But this is like the days of Noah. Maar het zal worden als in de dagen van Noach. God says you're going to make it through. En u zult er doorheen gaan. And he's going to meet them on the other side. En God zal hen ontmoeten aan de All andere in kant. Jeremiah says I will make a new covenant En dan with you in Jeremia 31 staat dat God een nieuw verbond What met zijn volk zal sluiten. We Wat een are belofte. In these days. En wij zijn nu in die dagen. And you look at verses 14 and 15. En dan zien we in vers 14 en 15. In righteousness you shall be established. Want in rechtvaardigheid zult u weer gegrondvest worden. You shall be worden. Far from oppression. En u zult ver zijn van you onderdrukking. Shall not fear. En u zult niet vrezen. From terror it shall not come near you. En ook angst zal niet bij u komen. Indeed they shall surely assemble. En in u zullen ze verzameld worden. You're going to have troubles. Tuurlijk zult u moeilijkheden You're gonna ontvangen. Have enemies. Je zult nog steeds vijanden hebben. Rockets point at you. Je hebt nog steeds raketten die op je gericht zijn. But not because of me. Maar niet vanwege mij. God's finished dealing with them God in that way. Is gereed met het oordeel over zijn volk. Whoever assembles against you. En iedereen die zich verzamelt tegen shall u. Fall for your sake. Zal uiteindelijk vallen. Dear saints, the pattern of the last 100 years. En dat is het patroon wat we de laatste 100 the jaar more zien. The Arabs and the Muslims resist. En steeds meer dat de moslims en de Arabieren the restoration Israël ging bedreigen. Of Israel to their land. Na al die vijf oorlogen heeft Israël steeds meer land gekregen. The more they lose. En meer dat de Arabische landen verliezen. We're in a time of favor. En nu zitten we duidelijk in de tijd dat God zijn welbehagen over and Israël heeft. They may be coming against Israel. En ook die volken zullen nog steeds proberen tegen Israël. But it's not the hand of God. Maar het is niet de hand van God. In fact, God is against them. En in wezen, God zal daardoor de volkeren nog meer oordelen. And if we live in this day, en als we in die tijd leven. When God has finished those harsh dealings with Israel. En wanneer we in deze tijd leven dat God gereed is met het oordeel over zijn volk Israël. Judgment began in the house of God. Want het oordeel begint over het huis van God. Wrath to the Jew first. En dat het oordeel ook eerst over de Jood. Well, it now means it's time to judge the nation. Dan wordt het nu tijd dat God zijn aandacht richt op de volkeren. And if you want to understand what that's going to be like. En als we willen begrijpen hoe dat zal zijn, Jesus warned us. Dan waarschuwt Jezus ons. Days of Noah. Het zal zijn als in de dagen van Noach. There's a righteous remnant there. Er zal een rechtvaardige there's wortel a new zijn. Beginning ahead. Er is een nieuw begin aan de overkant. We'll talk about this tomorrow morning. En daar zullen we morgen vroeg over doorspreken. Oh, but there's a Messiah coming too. Maar er is ook een Messias komen. To be received by his own people. En die vooral door zijn eigen volk ontvangen zal worden. And that righteous remnant in the whole earth. En voor de rechtvaardigen uit de And ganse aarde. A new beginning en er zal een nieuw begin komen. Halleluja. 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 Amen. Amen. God bless you. Thank you.